Ja, leuk dat je bekijkt naar een nieuwe video van autorij.nl. Met deze keer weer een bierkattentest. En deze keer een bijzondere gast, de Smart 4-2. De eerste generatie, gebouwd van 1998 tot 2004. Echt een microcar, hè? 2,69 meter lang is hij. Gigantisch kleine draaicirkel. Maar ja, kunnen er überhaupt bierkratten in? Dat gaan we in deze video laten zien. Ja, 150 liter. Wat zegt dat nu eigenlijk over de bagageruimte van deze Smart 4-2? Eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar ja, je hebt wel een beter beeld bij een bierkrat. Dus we gaan één vraag stellen. Hoeveel bierkratten passen er in deze auto? Maar ja, eerst moet natuurlijk even die achterklep geopend worden. En het leuke aan deze 4-2, dat is een in twee delen te openen achterklep. Ik heb hier de sleutel. Kijk, daar zit een knopje op. Moet je even ingedrukt houden. Als hij het doet. Ja, hij opent. Even terug hierin doen. Open doen. En dan zitten er hier aan de zijkant... Kijk, hier aan de zijkant zitten er twee lipjes. Die moet je eventjes afzonderlijk van elkaar losklikken. En dan heb je dus je bagageruimte. Nou, hoeveel bierkratten gaan erin? Laten we nu zien. Ja, zoals je ziet gaan er toch nog 6 bierkratten in deze kleine Smart 4-2. En natuurlijk, als je geen bijrijder hebt, dan kunnen er op de bijrijderstoel natuurlijk ook nog een paar bierkratten. Maar in de bagageruimte passen dus 6 bierkratten. En dat is eigenlijk meer dan ik persoonlijk had verwacht. Er kan hier misschien nog een stapeltje bovenop, maar ja, dan heb je natuurlijk geen zicht meer naar achteren. En dat is niet veilig. Dus we houden het bij 6 bierkratten. Zo, je hebt nu een beter beeld gekregen. Zo, die zit weer dicht. Van de bagageruimte van de Smart 4-2. Generatie 1998-2004. En wil je in de toekomst nog veel meer van dit soort video's zien? De bierkrattentest? Abonneer dan vooral op ons YouTube kanaal. En vond je deze video leuk en deze Smart 4-2 leuk? Geef deze video even een duim omhoog. En voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende video.